Vandaag weer eens een ribrecept op de barbecue. Dit keer Jamaicaanse jerkribs met een zelfgemaakte rumsaus. Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Wil je daar niks van missen, abonneer je dan op mijn kanaal. En als je op het belletje drukt naast de abonneerknop, dan krijg je mijn YouTube een melding als er weer een nieuwe video online is. De ribs die ik deze week maak zijn Jamaicaanse stijl, jerk ribs. En ik werd door een Traeger Nederland gevraagd of ik mee wilde doen aan de uitdaging die afgelopen week liep bij Traeger Europe, de Rib Challenge of de Barbecue Challenge. Het is barbecue maand in Amerika en Traeger doet daar wereldwijd aan mee. En nou ja, sperrips, die maak ik altijd heel erg graag, dus ik zei gelijk ja. En om het voor mezelf ook een beetje te spannend te houden, wilde ik wel een recept maken dat ik nog nooit had gemaakt. Dat zijn uiteindelijk deze jerkribs geworden. Deel is van mezelf, deel heb ik geleend bij Steven Reichlin. Het recept zoals altijd op mijn site. Sommige mensen vragen dan van ja, maar ik zie geen recept. Gewoon hieronder in de beschrijving, als je die even uitklapt, staat daar een linkje en dan kom je daar vanzelf terecht. Laten we ze maar gaan maken, dus als eerst gaan we de barbecue aansteken. Nou, we beginnen met het aansteken van de Traeger. Even op de knop drukken, 160 graden, en dan bevestigen en op ignite drukken. En dan gaat hij langzaam opwarmen. Nou, de Traeger staat op te warmen. Kunnen we mooi de ribs gaan voorbereiden, dus laten we de keuken induiken. Dit zijn de ribs voor vandaag. Ik heb twee racks. En wat je dan als eerste doet is even droog deppen. Een stukje keukenpapier. En even het vocht eraf. Als je dit gedaan hebt, dan kan het vlies eraf. Hier op de achterkant zit zo'n vliesje. Dat zit aan de binnenkant van de ribbenkast. En dat, ja, dat is niet echt lekker, dat wil je eraf hebben. Nou, mijn maniertje is om dat met een stukje keukenpapier vast te pakken. Dan kan je je duim eronder doen als je het eenmaal beet hebt. Keukenpapier is echt voor grip. En dan trek je zo dat vliesje eraf. Er zijn verschillende manieren voor. Sommige mensen vinden het fijn om een theelepeltje de achterkant daarvan tussen dat vlies te steken. Andere mensen vinden het fijn om dat met een kruiskopschroevendraaier te doen, een schone. Dit is mijn manier en ik vind dat de makkelijkste. Nou, dat doe je voor de anderen ook. Als de vliesjes eraf zijn, dan lopen we het rekje even langs. Kijk, hier zit zo'n flubber aan en een beetje rare incurante stukjes. En dat wordt nooit mooi. Dus dat snij ik weg. Zo'n stukje als hier ook. Nou, voor de rest ziet het er aan deze kant netjes uit. En dit rek, ja, die heeft hier ook zo'n incurant stukje. Dat mag er ook af. Nou, voor de rest is die netjes. Kijken we even aan de andere kant. Nou, dan zie je al gelijk dat hier iets, nou, dat zit gewoon los. Nou, dan heb je het zo wel. Dan zijn ze wat dat betreft, qua trimmen en zo, zien ze er voor mij netjes uit. Mogen de kruiden erop. Nou, we gaan jerkribs maken, Jamaicaanse stijl. Ik gebruik daar Noskos de Jerk voor. Jerk is geen jerky. Een hoop mensen denken dat altijd, dat het droog wordt of zo, maar dat is het niet. Jerk is het kruidenmengsel van Jamaica. Daar zit piment in, scotch bonnet, kaneel, allemaal een beetje warme tonen en dat maakt het een heel interessant kruidenmengsel. Wil je hem een keer helemaal van scratch maken, dan zal ik een link hieronder zetten. Ik heb een marinade recept op mijn site staan. Dat kan je prima doen. Hartstikke lekker. Het enige is, je moet scotch bonnet pepers hebben of Madame Chinette. En ja, die kan ik hier niet altijd krijgen, dus daarom heb ik mijn eigen mix uitgemaakt. Heb ik altijd die lekkere smaken en hoef ik geen moeilijke toeren uit te halen om gekke ingrediënten te vinden. Nou, dat gaan we langzaam erop strooien. En ja, hou hier rekening mee. Als je het heel dik doet, dan word je ook vrij pittig. Dus als je het mengsel zo proeft, dan is het vrij pittig. Maar die hitte die zakt wel weg bij het bereiden. Nou, doe je allebei de kanten. Je kan daar nog een plaklaagje op doen. Ik doe dat vandaag niet. Ik vind het altijd leuk om allerlei dingen te proberen en nou ja, vandaag doe ik het dus niet. Vergeet ook altijd de zijkantjes niet. Je kan altijd je ribben even nog zo over de kruiden halen die aan de andere kant of die op de onderkant van je bord liggen. Ik had toch nog iets nodig, denk ik.
Zo. Nou, dat is nummer 1. Dan hou je van nummer 2. Nou, onderhand ben ik voor Instagram ook wat video's aan het maken. En je ziet het verschil. Bij deze ribben, die liggen even. En dan heeft het zout heeft al wat vocht eruit getrokken. En dan plakt je kruidenlaagje gelijk mooi vast. Hier is dat nog niet het geval. Dus nou ja, als je even wacht, dan komt dat vanzelf goed. Dat is gewoon een reactie die gebeurt. En als dat eenmaal allemaal vochtig is en gewoon er donker uitziet, zoals bij deze, dan zijn ze klaar voor de barbecue en dan gaan we ze erop leggen. Nou, de timberlijn die staat op 160 graden. Mogen de ribs erin. En die mogen dan zo ja, 1,5-2 uur liggen. Beetje afhankelijk van de dikte en hoe het voor de rest gaat. Daarna gaan we prikken, kijken of ze gaar zijn. Maar voorlopig mogen ze even blijven liggen. Af en toe gaan we ze nog sprayen. Dat ga ik je straks laten zien. Maar we hebben nu tijd om de saus te maken. Dus duiken we de keuken weer in. Nou, ik doe het vandaag op de Traeger. Dat is een pellet barbecue. Maar doe je dit op je Weber of op je Kamado. Voeg dan lekker wat rookhout toe. In die Traeger die wordt gestookt op pellets. En die geeft wat rooksmaak af. Maar anders doe je een klein blokje rookhout. En daarbij 1 of 2. En dat is meer dan genoeg. Terwijl de ribs staan te garen, gaan we verder met de saus. Daarvoor beginnen we met ketchup, 250 ml. Daar gaan 4 eetlepels honing bij. Dat is 2. Ongeveer 4. 4 eetlepels bruine suiker. Ja, en al die barbecue saus zit een hup suiker, daarom glimt het ook zo mooi. Schrik daar niet van. Ja, je smeert er een dun laagje op en je eet dit niet in één keer allemaal op. Dus het is allemaal niet zo heel spannend. En het geeft gewoon heel veel smaak. Dus suiker hoort erin. Laat het vooral niet weg. 3 eetlepels sojasaus. Dat is ongeveer zoiets. 2 eetlepels verse jus d'orange. Of sinaasappelsap gewoon. Er gaat limoensap in. En zoals altijd is het recept te vinden op mijn website. Link staat in de beschrijving hieronder. Daar gaat verse notenmuskaat in. Dat zijn weer typisch van die Caribische smaken die heel goed passen bij die jerkkruiden. Kaneelpoeder. En het zou geen rumsaus zijn als je er geen rum in doet. Dus ja, ik gebruik deze jongen, Eldorado, 8 jaar oud. Gebruik hier niet je beste rum voor. Toevallig is dit ongeveer een van mijn minste rums. Ik drink meestal oudere rums. Dus, maar als je gewoon een bruine rum hebt, een spiced of zo, kan je dat ook goed gebruiken. 4 eetlepels. Zoiets. Nou, dat alles gaan we even aan de kook brengen. Laten we rustig doorpruttelen. En dan weer afkoelen. En dan hebben we onze rumsaus voor op de ribs. Ja, dit heeft allerlei dingen die een goede barbecue saus nodig heeft. Zoetigheid, een zuurtje van het fruit, dus een klein beetje pit van de rum die erin zit, die het een wat bite geeft. Nou, laat dit rustig even zachtjes aan de kook komen en heel even doorpruttelen, een paar minuutjes. En dan zet je hem uit en dan is die wel goed hoor. Nou, we zijn een half uurtje verder, is het tijd om even de ribjes te sprayen. Ik gebruik daarvoor ja, gewoon een plantenspuit met een mengsel van rum en water. Het is niet echt om die ribs vochtiger te maken, maar ik doe dit om extra smaak aan te brengen op mijn ribs. Vocht krijg je er namelijk niet in. Die ribs die staan ja, nu onder spanning en die zijn bezig met vocht naar buiten te duwen. Dus je kan er vocht op sproeien, maar dat trekt er toch niet in. Dus sappiger worden ze daar niet van. Het is echt om smaak toe te voegen. Ze zijn 1,5 uur verder. Gaan we even kijken of de ribs al gaar zijn. Of tot ze beginnen te komen. Dat doe je met de voeder van een thermometer. We meten niet echt. Maar je prikt gewoon. En je kijkt of er weerstand is. Je prikt tussen de bordjes. Je ziet dat zakt er gewoon in. We kunnen misschien nog ja, een kwartiertje hebben en dat komt mooi uit, want dan gaan we nu de saus erop smeren.
Nou, mag die saus even karamelliseren. Een kwartiertje, 10 minuten, kwartiertje. Dan is die wel mooi en dan zijn ze klaar, kunnen ze eraf. Nou, uiteindelijk zien ze er dan zo uit. Tijd om ze aan te snijden. En dan serveer je ze gewoon met wat van de extra saus erbij in een bakje. En dan is het smullig geblazen. Jamaicaanse jerk ribs met rumsaus. Echt een hele lekkere combinatie. Ja, je kookt de saus, dus die alcohol is eruit. Dus je kinderen kunnen ook mee eten. Wil je het helemaal voorkomen, ja, dan serveer je die saus er niet bij. Dan doe je een ander sausje. Zijn nog steeds lekkere pittige ribs. Zorg wel voor een zoet sausje, anders worden ze misschien wel heel erg pittig. Voor dit een leuke video, heb je er wat aan gehad? Like hem dan vooral. Heb je vragen, opmerkingen? Wil je gedag zeggen? Doe het in een berichtje hieronder. En wil je meer van mijn filmpjes zien? Kan ik me voorstellen. Abonneer dan vooral op mijn kanaal. Druk op het belletje en dan krijg je van YouTube een melding als er weer een nieuwe video online is. Nou, dat was hem weer voor deze week. Tot de volgende!